Goedemiddag allemaal. Wat fijn om jullie hier te zien. En er kijken ook mensen vanuit huis mee, dus ook hartelijk welkom aan mensen thuis, aan mensen hier. Vandaag gaan we het hebben over, ik zeg Helga Rupsamen, maar ik denk dat Esther, we hadden het net ook kort over Helga. We mogen het zelf weten. Helga, dan wel Helga Rupsamen. We gaan het hebben over haar werk. U ziet het hier op tafel, hopelijk een beetje. Maar we zullen ook af en toe wat mee omhoog zwaaien. Mijn naam is Jess van Amersfoort. Ik ben docent moderne Europese letterkunde hier aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben vandaag uw gastheer. Ik organiseer deze serie, De Auteur is niet dood, samen met Aafje de Roes, die u later ook zult zien. En dan zal ik haar ook verder voorstellen. Helga Rupsamen is de auteur van, sommige mensen zullen zeggen, een bescheiden oeuvre. Een oeuvre ook dat we in de woorden van Adriaan van Dis, stilistisch perfect, geen spat verouderd en zeer levendig kunnen noemen. Ze is de auteur van vele verhalen en ook van een van de mooiste romans van de 20e eeuw, als je het mij vraagt, Het Lied in de Waarheid. In dat autobiografische boek schrijft ze over haar jeugd in Nederlands-Indië, de komst naar Nederland en de Tweede Wereldoorlog. Andere verhalen spelen veelal in het Den Haag, dat ze zo goed kende, en waar ze in 2016 op 82-jarige leeftijd overleed. Het Lied in de Waarheid, ja, ik heb hier nog staan, is goed verkrijgbaar. Dat is niet helemaal waar. Hij komt binnenkort als pocket bij Rainbow uit, maar dat is even vertraagd. Aan ons vandaag de taak om het weer over dit boek te hebben, over Rupsamen, over haar andere werken ook, over de literaire kwaliteit en de kracht daarvan. Want de auteur mag dood zijn, het werk is dat niet. Wij willen dat werk bezingen, het lof toezwaaien, laten zien waarom het zo mooi is om te lezen. Daarbij willen we voorbij de paar bekende werken gaan die hoog in de kanon staan. We willen het oeuvre in al zijn breedte en diepte vieren. Biografische gegevens staan voor ons, in ieder geval in eerste instantie, meer op de achtergrond. Onze aandacht geldt het oeuvre. Dat doen wij specifiek vanuit het nu, vanuit 2023. Welk leesplezier verschaft het werk ons nu? Waarom moeten we dit lezen en niet de nieuwste essaybundel van Quentin Tarantino, waar voor al die andere mensen in de rij staan? En dus onze middag is geslaagd als jullie over ongeveer anderhalf uur met hernieuwd enthousiasme naar de boekenkast thuis lopen, er een Rupsamen uittrekken en pas diep in de nacht erachter komen dat er toch echt al vele uren verstreken zijn. Nou, we beginnen vandaag door Helga Rupsamen zelf aan het woord te laten. In 2014 was zij te gast bij Adriaan van Dis. Volgens mij voor de derde keer, eerst in 1989 bij van Dis. In 2000 bij Zomergasten en nu bij De Wereld Draait Door, Heimwee, kent u het nog. Waarin hij een aantal jaren rondom de Boekenweek zijn oude boekenprogramma mocht doen herleven. We kijken naar de eerste paar minuten van dit gesprek, waar gelijk een aantal mooie thema's voor ons eigen gesprek gepresenteerd gaan worden. Wat is het lied en wat is de waarheid? Wat is echt? Wat is fantasie? Iedereen als een gek in mijn boeken. Ja. Ja. Beginnen we met een veilig glas water. Ja. Want kijk, dat is, is wonderbaarlijk hoeveel er wordt gedronken. Dat is ook een heel beroemd verhaal, De Meisjes van Marlotte. Dat in een olijfje staat, bij mij weten, of niet? Ja, dat verdwijnt af en toe uit het ene boek. Dat komt dan is een geweldig verhaal over twee deftige meisjes, Emilie en Cato, die zich werkelijk kapot zuipen. En ik herinner me dat toen ik dat las, alweer heel lang geleden, vond ik het erg grappig en bijzonder dat ze zo deftig waren. En nu herlas ik het. En ik vind het een intens treurig verhaal. Zuipen tot je been zwart wordt en dat wordt dan afgezet. Eindigen in een kuil op het strand in Scheveningen. Niet als graf, maar als levend graf. Ja, toch hebben die meisjes een groot aantal jaren veel plezier beleefd. Ja. En wat ik heldhaftig aan ze vond, was dat ze in een land waar alles weer netjes en fatsoenlijk en zo moest, dat ze zich nergens iets van aantrokken en gewoon hun eigen gang gingen. Daar kwam aanvankelijk enige drank aan te pas en dat steeds meer werd met het klimmen van de jaren. Ja, ja, dat is eigenlijk misschien onvermijdelijk als je drinkt. Maar ik heb hun verval, niet alleen maar hun verval beschreven. Ik heb ook hun opgang en hun gouden jaren geprobeerd te... Ja, nee, die zijn zeer, maar misschien trok het verval mij zo aan. Omdat ik niet water drink zoals u, maar ik ga het nu absoluut doen. Ja, het aardige van ze was dat ze zich van dat verval ook eigenlijk niks aantrokken.
Waar zij aan leden was op den duur een gebrek aan geld om die drank te financieren. En hoe kwamen ze eraan dan? Nou, aanvankelijk werden ze dus ruimschoots gesubsidieerd door allerlei deftige meneren. Waarvan ik er eigenlijk één wil noemen. Ik weet niet of ik die familie dan vreselijk beledig. Nee, dat zou dan... Het is enig voor te komen in de literatuur. Dat was trouwens onze eerste beroemde voetballer eigenlijk. En dat was jonkheer Snoeker Gronje, bijgenaamd Snoekie. Ja. En, die, en het rare is, die naam had ik al gehoord toen ik heel klein was in Indië. En die Snoekie, die was heel sportief en die voetbalde in HVV. En in de eerste Nederlandse elftallen die wij hadden, daar scoorde hij altijd als een Johan Cruijff avant la lettre. En dat, die uitzendingen die werden dan in Indië, was dat altijd een hele gebeurtenis als in Holland gevoetbald werd tegen België. Dat herinner ik me zelfs nog als kind, omdat iedereen moest stil zijn. Overal. Op de krakende radio. Ja, nou, krakend. Ja. Han Hollander had een stem die over het hele eiland Java, kun je zeggen, uitkwam. Ja. En als er dan een goal kwam, dan was het even heel stil. En dan klonk er her en der gejuich. Heel merkwaardig, koloniaal gejuich uiteraard. Ja, 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 ja. En, maar goed, de aanstichter van dat gejuich was dus Snoep. En die liet ze in huis leegroven door deftige dames? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik leerde hem in Den Haag kennen, waar hij zich meestal vond in café Voorhout, te Schravenhagen. Hij woonde daar vlakbij. En hij was iemand die dronk ook graag een borreltje. En hij vond dat van die dames plezierig, dan had hij gezelschap. En zijn hele fortuin is eigenlijk bijna opgegaan totdat een zuster van hem ingreep. En hem onder curatele zetten. En vanaf dat moment pas is het verval van de drinkende dames begonnen. Toen Snoekie onder curatele stond. U schreef heel lang over zo'n verhaal. Hè? Ik heb begrepen dat er wel 10 jaar soms aan een verhaal gewerkt wordt. Vraagt verloedering zo'n precieze stijl? Omdat... ja, de nadruk mag niet op verloedering worden gelegd. Het, is, het vreugdige leven vraagt dat zo'n precieze stijl. Nou, laten we zeggen, het leven buiten de gebaande paden. Ja. Dat leidt soms tot verloedering, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Maar goed, ik vond de verloedering beschrijven is ook wel vrij moeilijk. En ja, ik doe met genoegen 10 jaar over een verhaal. Eigenlijk hou ik pas op aan een verhaal. Als ik denk, nu kan het niet meer verder. En ik denk eigenlijk nooit, het kan niet beter, maar ik kan het niet beter. Dus weg ermee. En dat is dan het moment om te publiceren. En wat is het leukste? Het publiceren of het schrijven? Nee, ik vind het publiceren, dat klinkt koket, maar het is eerlijk waar. Ik vind het helemaal niet leuk. Wat is er niet leuk aan? Het is, het verhaal gaat toch weer een eigen leven leiden. Er worden vragen over gesteld die jij al lang hebt beantwoord. En het wordt op de een of andere... Je komt, en bovendien kun je niet meer binnen zitten en ongemerkt je verhalen schrijven. Je moet naar buiten toe als persoon. En dat is inderdaad voor mij ook geen echt genoegen. Al zit ik dan hier nu natuurlijk. Want dan gaan de mensen allemaal vragen stellen. Ja. Is het waar? Want u zegt bijvoorbeeld dat herinneringen oproepen, dat prachtige, het lied en de waarheid. Dan zeg je, ja, herinnering betreden is als het ware alsof je een mestveld instapt met landmijnen. Ja. 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 Leg dat eens uit. Dat is moeilijk uit te leggen, omdat herinneringen zijn zozeer persoonlijk. En dat kun je ook als er iets simpels gebeurt in een straat, een klein ongelukje, en je vraagt aan mensen wat er is gebeurd, dan krijg je al 7 of 8 versies, hè, nagelang. En je weet inderdaad, en om met herinneringen om daaruit te schrijven is voor mij helemaal natuurlijk een vreselijke opgave. Ook het enige boek waarin ik het heb gedaan is dat lied en de waarheid. Dat ik dacht, ik moet me nou eens proberen te houden aan wat werkelijk is. Want ik heb eigenlijk altijd geschreven om het leven wat fleuriger te maken. En er een verhaal naast te zetten, dat was mijn aanleiding om te gaan schrijven. Ik vond het leven zelf nou betrekkelijk saai, zeg maar. En, maar dan komt het uit en dan komt er weer een broer die zegt, het was niet zo. Ik bedoel, het is... Dit ter introductie. Wat is werkelijk, wat is fantasie? Verhalend, we hebben het over stijl gehad. Gaan we het over hebben, leven buiten de gebaande paden. Om daarover verder te praten wil ik vandaag onze sprekers van vanmiddag het podium opvragen.
U ziet achter mij op het scherm nog de naam van Robin Blok, dichter en muzikant. Hij zou hier vandaag aanwezig zijn, maar heeft zich wegens ziekte helaas moeten afmelden. Ze moeten dus een beetje gaan gissen vandaag hoe Helga Rupsamens werk hem blijft inspireren. En hopelijk halen we dat later nog in. Dan wil ik als eerste naar voren roepen Rosemarie Buikema, hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit aan de Universiteit Utrecht. En in haar boek Het Heilige Huis, de gotieke vertelling in de Nederlandse literatuur, schreef ze onder meer over Helga Rupsamen. En ook een aantal andere publicaties over andere verhalen, waaronder Het Lied in de Waarheid. Petra Boudewijn, universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Ze publiceert regelmatig over postkoloniale onderwerpen in de Nederlandse literatuur. Ze is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderzoek naar de representatie van Indische Nederlanders in de Indisch-Nederlandse letterkunde van 1860 tot heden. En u kunt dit proefschrift verkrijgen. Is het nog verkrijgbaar? Onder de titel Warm Bloed. Onze derde spreker, Esther ten Dolle. Zij werkt als specialist wetenschappelijke informatie aan de Universiteit van Amsterdam. En ze promoveerde in 2009 aan het University College London op haar onderzoek Het Laatste Uur, Feit, Fictie en Retoriek van een Koloniale Oorlog. En schreef in het verlengde hiervan over Indisch-Nederlandse letter en geschiedenis. Momenteel ontsluit zij voor het Literatuurmuseum de literaire nalatenschap van Helga Rupsamen, met wie zij ook goed bevriend was. En natuurlijk Aafje de Roest, Neerlandica, letterkundige aan de Universiteit Leiden en lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Letterenfonds. En vandaag ook, ik zei het al, mijn sidekick. Als u nog een beter woord daarvoor heeft, kom na vandaag naar ons toe. Dat zoeken wij nog. En dan ga ik nu wisselen van dit ding naar mijn andere oortje. Welkom allemaal. Ik heb een paar vragen, opmerkingen. Maar ik wil jullie de komende drie kwartier ook echt zeker uitnodigen om op elkaar te reageren. Of mij te interrumperen. Dat is allemaal prima. Laten we beginnen met een inleidend rondje. Esther, ik begin bij jou. Jij kende Rupsamen goed en je ontsluit nu haar nalatenschap. Dus ik kan me voorstellen dat de titel van ons programma jou wel een beetje rauw op je dak viel. Ja, en ik zit nu naar die microfoon te kijken, want die heb ik volgens mij nodig. Die heb jij nodig? Ja, die hebben jullie inderdaad nodig. Die staat aan als het goed is. Ja? Dan... Ja. Ja, hij staat aan. De titel viel rauw op jouw dak, neem ik aan. Een beetje, ja. Ik kreeg het mailtje doorgestuurd, ik opende de link en zag groot in beeld Helga Rupsamen is niet dood met een uitroepteken en die foto daarachter met die blauw-grijze ogen. Ik schrok en daarna dacht ik van nou, tover haar maar tevoorschijn dan. Ik vond het eigenlijk ook wel weer grappig. Een soort practical joke die zij waarschijnlijk wel had kunnen waarderen. Dus inmiddels ben ik eraan gewend aan de titel, ja. En je zei dat jij sinds haar overlijden wel ook meer lezer van haar bent geworden. Ja, als iemand dood is, daadwerkelijk dood, dan is er een nalatenschap ineens. En als je die ontsluit, dan word je iemands lezer. Dus ik ben wel haar lezer geworden eigenlijk vanaf dat ze er niet meer was. Daarvoor kende ik het werk wel, maar nu ken ik het veel uitvoeriger en uitputtender. Dus ja, dat is een gekke, paradoxale toestand eigenlijk. Maar, ja. En hoe lang kende je haar? Vanaf wanneer? Vanaf november 2002 zo'n beetje, ja. Ik zou graag willen weten waarom dat november is en niet een andere maand. Maar daar komen we misschien... Nou nee, ja, ik kan het wel heel kort toelichten. November, ja, ik had het niet eens hoeven zeggen. Maar ik was toen nog in Londen als promovenda. En zij kwam daar als gastschrijver. En zij kwam in een klasje en ik moest haar interviewen. En dat was in november. Dat weet ik nog heel goed, omdat ik pas 3 dagen voordat ze kwam daarover werd ingelicht. Dus... Dus dat staat me nog heel erg goed voor de geest, ja. Mooi. Wij gaan nog veel aan jou vragen om het werk meer toe te lichten. Petra, Rosemarie, jullie hebben je in je werk bezig gehouden met Rupsamen of doen dat nog steeds. Hoe is dat gelopen? Hoe zijn jullie bij haar gekomen? Wat sprak jullie aan? Nou, ik heb Helga Rupsamen leren kennen. Niet persoonlijk, maar inderdaad via de literatuur. Ook vanwege mijn onderzoek.
In dat boek wat jij net noemde van Mijn warm bloed heb ik onderzoek gedaan naar de verbeelding van Indische Nederlanders. En ik heb Helga Rupshamen vooral dus ook via die Indische letteren leren kennen. Vooral in de werken waarin zij over Indië schrijft. En waarin zij ook qua beeldvorming ook heel veel aansluiting zoekt bij andere auteurs van haar generatie. Zoals onder meer, weet ik wat, Yvonne Keuls of Helle Hazen. Maar daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Zeker. Hoe? waar ik Helga Rupshamen heb leren kennen. Hoe? Ik of hoe het werkt. Ik ben hier al heel oud in dit gezelschap, dus dat weet ik niet meer precies. Maar ik vond wel in mijn boekenkast Wonderolie, met een beetje kinderlijk handschriftje, Rosemarie 1973, dus toen was ik 16 jaar. Dus heb ik kennelijk dit boek gekocht en gelezen en ook streepjes gezet. En een van de streepjes die ik toen heb gezet, en dat is heel visionair, want ik denk dat dat eigenlijk iets is wat heel kenmerkend was voor haar werk. De bioloog is niet zo maf dat hij haar niet in elk van zijn brieven op de onmogelijkheid van haar plan wijst. Maar het woord onmogelijk wekt in Mies de krachten op van een krankzinnige. Dat staat op bladzij 1, dus toen was ik gelijk geboeid. En als we het verder gaan praten over haar werk, dan denk ik dat dit een zin is die in allerlei, op allerlei mogelijke manieren steeds terugkomt. Later, en dat is geweest... 30 jaar later, denk ik... Dan moet ik ook weer niet doen alsof ik 160 ben, want dat valt ook wel een beetje mee. Maar 30 jaar later wilde ik een bijdrage leveren aan de neerlandistiek. Dus aan de geschiedschrijving van Nederlandse romans. En natuurlijk vanuit het perspectief dat het werk van vrouwen daarin zo afwezig is. En wij wisten in die tijd al dat er steeds hoses waren in de letterkunde, in de letterkundige geschiedenis, waarin vrouwen schreven. Bijvoorbeeld in de vorige fin de siècle schreven heel veel vrouwen, de Ina Boudier Bakkers, de Annie Romein Verschoors, het proefschrift van Erika van Boven, misschien kennen jullie dat ook nog wel. Maar dan blijkt dat dat werk van vrouwen eigenlijk als een incident gezien wordt, wat ook weer verdwijnt. Dus je hebt de grote stromingen in de Nederlandse letterkunde. En dan heb je ook nog de vrouwen die nog wat doen. En als ze geluk hebben, dan past dat ook nog in de stromingen die op dat moment van belang zijn. Nou, daar wilde ik graag iets aan doen. Aan die perceptie van de geschiedschrijving. En daarvoor koos ik toen het perspectief van de Gothic novel. Omdat sinds vrouwen romans schrijven, dat eigenlijk altijd Gothic novels zijn. Ik weet niet of ik daar nu meer over moet vertellen of straks. Maar dat... nu? Nou, het grote voorbeeld van de Gothic novel is natuurlijk Jane Eyre. Wat ik geweldig vind trouwens is dat Anja Daanje nu weer zo'n opmars maakt. Want die werkt daar ook voortdurend mee. Dat is één grote herschrijving van de Gothic novel. Maar de basiskenmerken van de Gothic novel ontlenen we eigenlijk aan Blauwbaard. Misschien kennen jullie zijn allemaal een beetje geletterde mensen, moet ik het sprookje van Blauwbaard vertellen. Het idee is eigenlijk van, er is een afgelegen huis, er is een afgelegen plek. Daar bevindt zich een vilijne man. Die weet op een of andere manier van buiten een vrouw naar binnen te lokken. In dat huis is het niet helemaal pluis. In het geval van Blauwbaard is het zo dat hij... die vrouw naar binnen lokt om mee te trouwen. Waarom trouwt ze met hem? Omdat hij een blauwe baard heeft. Is hij heel onaantrekkelijk. Dat is eigenlijk een teken van onaantrekkelijkheid. Maar hij is heel rijk. Dus ja, je moet wat. Dus zij trouwt met die man. En zij mag dat hele kasteel van hem door. Wordt ze geleid. Gouden kraan. Het is allemaal even prachtig. Maar er is één kamertje waar zij niet in mag. En daar, als ze daarin zou gaan, dan wacht haar een verschrikkelijk lot. De eerste huwelijksnacht, die moet nog beginnen, maar deze meneer is zo belangrijk, hij moet weg.
Dus hij geeft al zijn sleutels aan zijn nieuwe EGA en zegt, je mag mijn hele huis door. En het is natuurlijk de bedoeling dat ze dat allemaal bewondert en hem zo heel met veel achting bejegend. Maar dat ene kamertje, daar mag ze niet in, want nogmaals, dan wacht haar een verschrikkelijk lot. Elk taboe creëert zijn eigen overschrijding. Dat is een van de lessen van de Gothic novel. Dus wat doet deze Ega? Het eerste wat zij doet is het verboden kamertje openmaken. En wat ziet zij daar? De onthoofde lichamen van alle dames die haar voorgingen. Dit verhaal loopt ten nauwe nood goed af. Dat is zo vaak geschreven in de feministische geschiedenis dat ik het ware einde niet eens meer weet. Maar in Angela Carter, haar werk, dan komt haar moeder haar redden op een paard. Maar hoe dan ook, dit verhaal waarin zo'n verborgen kamertje een verborgen geschiedenis verbergt, dat is heel erg kenmerkend voor de Gothic novel. Dus daar is in ieder afgelegen huis van iedere Gothic novel, daar rammelt een of ander iets uit het verleden aan de kettingen. Bertha Mason in Jane Eyre, noem maar op. Maar dat zijn altijd symbolen voor een of ander verleden wat onverwerkt is en wat in het heden door wil dringen. Edgar Allan Poe is natuurlijk ook de meester van de Gothic novel, met al die huizen waar zelfs de muren door het mos, dus de grenzen tussen binnen en buiten worden onduidelijk. Goed, dit idee van die Gothic novel is door vrouwelijke auteurs omarmd. In mijn interpretatie niet in de laatste plaats, omdat die Gothic novel eigenlijk dat huis waar je binnen mag komen en waar je de schatten van de eigenaar van het huis moet bewonderen, maar waar één kamertje voor jou gesloten blijft, eigenlijk een metafoor is voor hoe de maatschappij voor vrouwen functioneert. Ze mogen meedoen op voorwaarde dat ze dank u wel zeggen en ook op voorwaarde dat de sleutel aan hen wordt gegeven. Maar dat de eigenaar van die sleutel bepaalt waar je hem wel voor mag gebruiken en waar niet voor. Nou, daar komen we dan later wel op terug. Maar dit vind je eigenlijk in het eerste werk van In dit wonderolie al terug in verhalen en ook in het lied en de waarheid. Het valt er veel meer over te vertellen, maar dat doe ik bij gelegenheid nog. Dat gaan wij zo inderdaad nog doen. Ik wou even als we dit rondje afmaken, Aafje. Ja, ik zat nog even te denken, ja. Ik heb nog een sidekick-achtige vraag straks aan Esther, maar ik zal even mijn eigen introductie dan compleet maken tot Helga Riepsemans werk. Voor mij is het eigenlijk een genot om deze avonden te organiseren, of middagen te organiseren, omdat ik daardoor in aanraking kom met werk waar ik nog niet zo bekend mee ben. En wat jij ook vertelde net, Rosemarie, het is eigenlijk opvallend dat na een uitgebreide bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur, onderzoeksmaster, je bent een student die er heel veel zin in heeft, dat ik toch nog nooit gehoord had van Helga Riepsemans, vind ik wel echt heel opvallend. En toch ook wel een beetje erg eigenlijk. Zeker nu ik dus voor deze middag in haar oeuvre dook en ook met Esther kon spreken, waardoor ik haar ook een beetje persoonlijk leerde kennen, dus de persoon achter het werk, vond ik dat toch een heel bijzondere ervaring. En wat mij zo heel erg trof was eigenlijk de sterke zintuigelijkheid van in dit geval dan het lied van Een lied en de waarheid. En ook twee dingen waar ik straks nog wel even op terug wil komen, maar vooral ook vermenging mens en natuur, zeg maar. En de rol van Louise, dus dat kindperspectief dat ik wel kende uit andere romans, en waar ik ook wel in een studie Nederlands heb misschien wel eens eerder iets in dat perspectief gelezen. Maar wat mij in het bijzonder heeft getroffen is eigenlijk de rol van trauma. Toch wel trauma. En dan eigenlijk die splitsing van de Louises. En dat was iets wat ik heel origineel vond. Omdat ik toch ook denk van, kijk, dat is eigenlijk een vorm van dissociatie die ik niet eerder op die manier literair verbeeld had gezien. Dat heeft mij heel erg geraakt. En dat vind ik ook
bijzonder eraan dat ik in deze context het kan lezen, waardoor ik niet echt een puur academische lezing of de hele tijd letterkundig hoef te benaderen, maar ook gewoon persoonlijk door iets geraakt kan zijn. En ik was dus ook nog even benieuwd, omdat ik met Esther, ik heb met jou een beetje voorgesproken voor deze middag. En je vertelde net al even over je ontmoeting met Helga Rupsamen in Londen, was het, hè? TZT, zeg maar. Maar ik vroeg me af van wanneer ontstond ook een vriendschap tussen jullie? Wanneer wordt dan, ja, ontluikt die vriendschap? Hoe is dat precies gegaan? Wil je daar nog iets meer over vertellen? Ja. Gek genoeg was dat eigenlijk meteen. Achteraf gezien. Want dat besef je op dat moment niet. Maar wanneer ontstaat een vriendschap, dat is lastig te zeggen. Maar ik denk eigenlijk wel vrijwel meteen. Na afloop van dat klasje waarin ze de boel totaal ontregelde. En wat ik eigenlijk ook heel erg leuk vond dat ze dat deed. Want ik had de opdracht gekregen haar 3 sessies lang te gaan interviewen met studenten. En ik dacht bij voorbaat al, hoe moet ik in godsnaam 3 sessies lang met studenten haar gaan interviewen over 1 boek? Dus ik had wel wat vragen op papier. En de studenten ook. En die moesten vooral ook vragen stellen, want die moesten het gaan leren. Maar die vroegen vooral heel erg vaak of dingen echt waren gebeurd. En ik zag Helga's blik afdwalen naar de muur. En op een gegeven moment had ze er gewoon niet zo heel veel zin meer in. En ik had ook al wat vragen voorbereid, maar ik dacht, nou ja, laat die studenten maar hun gang gaan. Maar Helga zei op een gegeven moment, weet je wat, ik vind het eigenlijk veel leuker om jullie te vertellen over het vak van schrijven. Wat ik leuk vind is schrijfles geven. Vinden jullie dat ook leuk? Nou ja, die studenten vonden dat wel spannend. Het kwam erop neer eigenlijk uiteindelijk dat we binnen 10 minuten, ietsje langer misschien, allemaal zaten te schrijven. En na afloop raakte ik met haar aan de praat over hoe het daar in Londen allemaal ruilde en zeilde. En dat er eigenlijk niks goed geregeld was. En toen vonden we elkaar op een bepaalde manier kennelijk. En we zijn allebei enorme hondenliefhebbers. Dus dat de vriendschap ontstond ook nadat ik haar hond leerde kennen in Den Haag. Wel ook omdat ze me de eerste keer dat ik in Den Haag moest zijn bij het Nationaal Archief meteen uitnodigde om te komen logeren. Dus ja, er was kennelijk iets. Die vriendschap ontstond, maar was er ook eigenlijk al heel snel en hoefde misschien niet eens te ontstaan. Ik weet niet, ik kan dat niet goed verklaren wat het was. En weet je nog wel, zeg maar, zou je iets kunnen noemen dat je dan specifiek in haar aantrok? Weet je? Ja, dat je nooit van tevoren wist wat er zou gaan gebeuren. Dus dat je, ja, dat. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo heel erg van de verrassingen. Maar als je naar haar toe ging, dan was er altijd wel iets wat als een konijn uit een hoge hoed kwam. Dat en ja, die gebaande paden en daar vooral van afdwalen, dat was altijd hartstikke leuk. En we hebben ook gewoon ontzettend veel lol gehad. Veel avonturen beleefd eigenlijk. Dus ik weet niet of mij dat aantrok, maar het was iets wat me meetrok eigenlijk. Zonder dat ik daar heel erg mee bezig was. Het gebeurde. En je zei dat toen studenten vroegen, is het echt gebeurd, dat ze niet zo geïnteresseerd was. Dus dat idee van het autobiografisch in het werk, dat kunnen we echt helemaal links laten. Of rechts, ik wijs me naar rechts. Maar nou ja, dat moet je zelf weten, of je dat links of rechts wil laten liggen. Maar zij had daar zelf niet zo heel veel zin in om over te praten, omdat zij het vooral wilde hebben over schrijven en over haar schrijverschap. En over stijl en over hoe die verhalen in elkaar zitten. En over techniek. En dat was en vind ik zelf persoonlijk ook iets interessanter. Maar dus wie het daar wel of niet over wil hebben, die moet dat zelf weten. Maar zij had daar niet zo heel erg veel zin in. Nou, dan volgen wij Helga Rupsamen, we volgen jou. We gaan het hebben over het werk.
We horen het al een beetje bij Van Dis, vaak Haagse verhalen, deftige personages, soms ook best wel veel drank in sommige verhalen. Daar wil ik het eerst even over hebben, voordat we naar wat misschien iets meer het lied en de waarheid gaan verkennen. Misschien het beste, Rosemarie, om naar jou terug te gaan. Want je hebt het nou kort gehad over wat de Gothic novel is. En hoe zien we dat meer bij Ruup samen? Of heb je een bepaalde passage waar je dat heel duidelijk ziet? De Gothic novel is eigenlijk een genre wat in Nederland eigenlijk veel later opkwam dan in Engeland. Het komt in Nederland eigenlijk pas in een naoorlogse periode op. En een van de cultuurhistorische kenmerken van de Gothic novel, althans zoals wij daarover spreken, is dat in de Gothic, dat eigenlijk elke Gothic novel, dus in die afgelegen plek, dat kan een spaceship zijn of een boot of een eiland, maar het is heel vaak een huis. Een onderdrukte geschiedenis zich komt melden op een of andere wijze. Hè? Dus door geesten, verschijningen of door geluiden of whatever. Maar de cultuurhistorische verklaring van dat idee van die Gothic novel is de opkomst van de novel in het industriële tijdperk tijdens de moderniteit, dat het eigenlijk de achterkant van het rationalisme wil laten zien. Dus de achterkant van de goed functionerende maatschappij. Dus alles wat die maatschappij durft, wil eigenlijk onderdrukken om maar goed te functioneren, dat piept in die Gothic novel door de kieren van dat spookhuis. Dus dat komt spoken, letterlijk. Hè? Dus de terugkeer van het verdrongene. En ik denk dat in Helga Rupsames werk, ligt dat er volgens mij duimendik bovenop. Want als we bijvoorbeeld, ik had nog één passage naar aanleiding van die meisjes van Marlotte. Daar begint Van Dis altijd over. Want in 1989 had hij het daar ook over. Dus hij is erg gefascineerd door die meisjes die aan de drank ten onder gaan. Ja, als je die drie interviews terugziet, zijn het eigenlijk drie dezelfde interviews. Ja, dus het gaan altijd maar weer over die meisjes van Marlotte. En de eerste keer irriteerde mij dat al zo, omdat het echt gaat van, ja, maar u drinkt toch zelf ook, of drinkt u niet meer? Terwijl ik dacht van, lees dat verhaal eens. Nou, maar dan wil ik toch één heel klein stukje daaruit lezen, wat eigenlijk nog niet zozeer de vorm van de Gothic novel, maar wel de inhoud weergeeft. Want dit staat na de tweede alinea. Dus het wordt verteld eigenlijk vanuit een van de mensen. Wat is het, Wassenaar of Scheveningen? Waar gebeurt het? Wassenaar, geloof ik. Een deftige plek in elk geval. Die dus met leedvermaak die meisjes ten onder zien gaan. En dan zeggen ze: eindelijk gaat hun uitbundig leven ze opbreken, dachten wij. Niet zonder zelfgenoegzaamheid en met zin voor gerechtigheid. Boontje komt op zijn loontje. Hadden wij immers niet zelf met veronachtzaming van onze levenslust voor het harnas van plichtsbesef gekozen en ons met gebogen hoofd in het gareel geschaard? Wij hadden onze wilde jaren overleefd omdat wij inzagen dat de mens maat moet houden en zich dient te schikken. Met gladde veren waren wij neergestreken op koude stoelen in koude kantoren en wij hadden verstandige huwelijken gesloten en lagen 's nachts voor dood ter neer in tweepersoonskist in een keurig vertrek. In zulke vertrekken hadden wij vroeger uit pure lol het bloemetjesbehang van de muren gekrapt. Dus dit zijn de gewone mensen waar ze het over heeft. Dus dit is de nette. Dus ze spreekt eigenlijk met dezelfde groteske taal over de staten, de establishment, als over de ander. Nou was jouw vraag. Wat vroeg ik of je. Waar we dat specifiek ook bij Rupsamen kunnen zien, is bijvoorbeeld hier inderdaad. Ja, precies. Oh ja, daar was ik mee bezig. Dat schuren van het dominante verhaal en het verhaal wat daardoor wordt weggetrokken, gedrukt. Dat eigenlijk in ieder verhaal wat zij vertelt naar voren komt. Dat heel veel van haar verhalen spelen in huizen. En heel veel van haar verhalen, dat noem jij, worden niet. Louise is daar natuurlijk de apotheose van. Maar er zitten ontzettend veel kinderen in haar verhalen. En die kinderen, die zitten altijd op een verborgen plek. Er zijn ontzettend veel zinnen
Nou ja, dat kost niet te veel tijd, maar dat zou je allemaal kunnen. Er zijn ontzettend veel zinnen dat zij, dat die verteller zich dus verstopt. En dat hij ontzettend veel genoegen bleef aan het feit dat ze onzichtbaar is. Maar wel alles kan zien. Nou, Freud lest zich kruisen. Dat is dus door het kijkgat, door het sleutelgat dingen zien die niet voor jouw ogen bestemd zijn. En precies die dingen ziet zij ook. En daarmee verwoest zij menig liefde in die verhalen. En ook, we komen misschien nog wel op in... Dus die kinderen in het werk van Ruud Samen, dat is alles behalve het naoorlogse onschuldige kind, wat de hoop is van de wederopbouw en die goed in een goed veilig nest moet worden opgevoed. Dat zijn kinderen waar de in die verborgen plek waar eigenlijk het beschavingsproces nog niet zijn werk gedaan heeft. Dus die onbezwaard door enig geweten of enig cultureel besef. Ja, dingen zien en daarop handelen. Dat is heel erg een gothic element. Dus denk maar aan Frankenstein bijvoorbeeld. Het monster van Frankenstein. Dat is ook iemand, of niet iemand, ja, die is in elkaar genaaid van andere mensen. Maar in ieder geval, die wordt door het gluren naar anderen, wordt die ook mens. Dus het kijken, het afkijken is echt een gotiek motief wat Ruud Samen door en door inzet. En het is een heel destructief... Dus sprekende over de techniek van haar schrijven. Ik weet niet of je het ooit met haar over gehad hebt. Ik weet dat Lisette Duivendak, die werkte aan de Open Universiteit, die hadden haar ooit uitgenodigd als spreekster. En toen was dat Heilige Huisboekje van mij net uit. Dus die zei, heb je dat gelezen? Nou, hij wist er natuurlijk niks van. Maar of zij dat vond, dat ze gothic novels schreven. Toen zei ze, oh, dat vond ze eigenlijk wel een heel lollig idee, geloof ik. Dus zo. Weet je daar iets van, Esther? Nee, daar weet ik niks van. Kan ook heel interessant. Maar ik kan zijn. Me wel voorstellen dat ze dat zei, ja. Maar, ja. Ik vroeg me af, ja, Jess, als ik allerlei uitweidingen vraag die niet te veel tijd kosten, moet je het zeggen. Maar ik vroeg me ook af, in Niet in de Waarheid had je ook die hele aparte opvoeringen van personages die dan naar mijn idee al iets onheilspellends aankondigen. Zoals bijvoorbeeld Tinka, Aleida en die Corrie. Corrie is ook een heel merkwaardig figuur. Dan wordt er als het ware naar mijn idee iets ingeluid wat dus ook spannend is, wat niet helemaal gezegd mag worden. Zijn dat dan ook figuren waarin die waarin dat spoken verbeeld wordt, als het ware die dat manifest maken? Vaak wordt er dan iets te bergen. Wat heel veel voorkomt in haar werk is dat de nacht, je hebt, dat zegt ze daar ook, hè? Je hebt nachtmensen en dagmensen. Dus de waarheid komt van de nachtmensen. En overdag doen we allemaal maar een beetje alsof. En dat is niet alleen in het lied en de waarheid. En daar kan ik wel, als het straks nog kan, quotes. Dat zegt ze eigenlijk zodra het licht wordt of als de ramen schoongemaakt zijn. Nou, dat is een teken van onheil. Dan is er te veel helderheid aan de hand. En in het lied en de waarheid, daar gonst het natuurlijk van de spoken en de... De waarheid zit eigenlijk in het lied. He, dus het zit in het dat wat je niet ziet. Maar wat het kind daar doet, is zij ziet dan 's nachts haar moeder met de minnaar van haar tante op die tafel het liefdespel bedrijven. En ze doen allemaal spelletjes. Dus dan gaat ze gewoon vrolijk vertellen wat ze 's nachts gezien heeft. Met nogal desastreuze gevolgen. Nou, jij zei net iets van de waarheid zit in wat je niet ziet, meende ik dat je zei. Nou, er is een interessante, er is een leuk essay ook van Helga over hoe zij de lezer ziet. De ideale lezer die ze beschouwt als iemand die door beslagen ramen moet kijken en moet raden wat zich binnen afspeelt. En dat is ook iets wat ze verlangde van de lezer. Ze liet natuurlijk in verhalen ook heel veel weg.
niet heel veel open. Dus als lezer moet je heel erg aan het werk in haar verhalen. Je moet heel nieuwsgierig zijn naar wat er niet wordt gezegd en wat er open wordt gelaten. Dus dat ongezegde, dat was ook eigenlijk heel bewust. Dat heeft ze ook heel bewust in de verhalen gelegd, als het ware. Dingen echt letterlijk ongezegd gelaten, weggelaten, geschrapt. En dat is het leuke nu met die nalatenschap. Dat ik dus hele werelden ontdek die om die verhalen heen zijn gebouwd. En die ze dus op een gegeven moment weer weg heeft gelaten, omdat ze alleen dat wilde overhouden wat nu wij lezen. Dus ja, die achterkant van die verhalen die je niet ziet, maar die er wel is. Ja, en daarom is dat kindperspectief ook zo interessant. Want je bent in eerste instantie geneigd om met dat kind mee te gaan. Oh, zo'n kind, en die taal is natuurlijk allemaal even leuk. Maar bijvoorbeeld in Pension Rida, kennen jullie dat verhaal? Dat is ook een desastreus verhaal. Dan ga je dus met dat kind mee en zij heeft dan een liefdesaffaire met haar oom in de kelder. En op een gegeven moment blijkt die oom dan een volwassen geliefde te hebben. Nou ja, daar gaat het heel vaak om, hè, jaloezie. Dus dat gaat zij dan natuurlijk bespieden. En dat gaat er ook allemaal om dat ze dan weer blij is dat ze een plek gevonden heeft dat ze niet zichtbaar is en zij ziet alles wel. Dan ziet ze die mevrouw onder de douche gaan. En dan beschrijft ze dat die mevrouw er helemaal niet uitziet. En dat haar lichaam raar is en zo. Dus je gaat steeds meer met haar mee. Van nou ja zeg, die vrouw die pakt haar geliefde af en zo. En dan zegt ze, oh, wat doet ze nou? Nou dan blijkt die mevrouw ook nog, ja het is heel gruwelijk hoor. Die mevrouw zegt ook nog een vals kunstgebit te hebben. Dus dat doet ze in een glaasje. En dan wordt dat kind wordt aangestuurd door de geest van oma. En ze heeft ook de jurk van oma aan. Dus dan pakt zij dat kunstgebit, dat steelt ze. Dus deze rivale van haar, die moet dus de gedeelde minnaar tegemoet gaan zonder gebit. Ja, want het is die zogenaamde oogverblindende glimlach waarmee die vrouw dus die oom Daan had verleid. Ja. En dat meisje pakt dus die glimlach van die vrouw af. En dan blijft er dus ook niet zoveel meer over van die vrouw. Nee, dus die vrouw vlucht. Die laat, als je het Freudiaans, het verliezen van je gebit is het verliezen van je seksualiteit. De droomduiding, als je dat wil aannemen. Goed, zij vlucht, maar dan kom je dus achteraf, doordat anderen daar, dan denk je, ja, je bent natuurlijk blij, want je hebt je geïdentificeerd met dat meisje, dus haar liefde is weer gered. Nou, vertel jij maar, wie is die zielige mevrouw onder de douche? Ja, wie is die zielige mevrouw onder de douche? Daar vraag je me wat. Dat is een hele beroemde pianiste die een auto-ongeluk gehad heeft. Ja, dat was het, ja. En haar hele lichaam is dus met inkt eigenlijk. Is verminkt. Ja. En ze heeft er al haar tanden uit. Dus om maar te zeggen van de lezer moet heel hard werken. De lezer blijft helemaal ontgoocheld achter, want je hebt je met de verkeerde personen geïdentificeerd. En je hebt je dus verkneukeld om deze erbarmelijke geschiedenis. Ja. Ja, en datzelfde komt voor in het verhaal Margot met bril, waarin een meisje bij een krantenkiosk een beer van een man ontmoet, waarvan ze denkt dat hij tegen haar zegt, ik zou wel een meter stront van je lusten. Maar na verloop van de pagina's heb je door dat zij dat misschien wel zichzelf inbeeldt en dat die man eigenlijk alleen maar gevraagd heeft hoe laat het is. En het leuke was dat ze dat verhaal had meegenomen naar Londen. Want er was ook een klasje wat verhalen moest gaan vertalen naar het Engels. En ze had dat verhaal uitgekozen, want dat moest worden vertaald. Maar zij had die opdracht erbij gegeven. Vertalen was wel leuk, vond ze. Maar die studenten moesten eigenlijk dat verhaal gaan herschrijven. En dan vanuit het perspectief van die man. En dat was ook iets waarom ik haar erg bewonder en wat erg leuk aan haar was. Altijd het onderzoeken van alle verschillende perspectieven. Dus we zien, we lezen het verhaal vanuit het perspectief van het meisje. Maar ondertussen bestaan de perspectieven van de omringende personen ook. Die zijn er ook, die zijn ook uitgeschreven.
Dus dat werd allemaal onderzocht, die hele wereld eromheen, om dat ene perspectief goed tot zijn recht te kunnen laten komen. En ook heel dubbelzinnig te laten zijn. Dus. Ja, inderdaad, ja. Precies. Ja. Ja. Petra, jij... Ja, dozen. Iets van 32 dozen of zo zijn het. Er liggen een heleboel versies, ja. Helga had van ieder verhaal wel een stuk of 10, 20 versies. En daar zitten ook allerlei verschillende perspectieven tussen, inderdaad. Ja. Ja, en niet doorgestreept, hoor. Uitgeschreven, maar uiteindelijk dus aan de kant geschoven. Daar ligt een klusje voor je. Nou ja, daar ben ik dus op dit moment daar is mee bezig. Esther mee bezig. Ja. Eta, jij leek ook net iets te willen zeggen, of niet? Nou ja, het ging ook al over die sprookjesachtige wereld die opgeroepen wordt en het gotieke en over ook de tegenstellingen tussen de dagmensen en de nachtmensen. Waarbij ja, de dagmensen, dat is dan over het algemeen nou ja, de Europeanen die er rondlopen. Hè, haar vader, haar moeder, haar tante, nog een stroom aan ooms en vrienden die over de vloer komen. En je hebt die nachtmensen, die borden eigenlijk, hè, dat zijn de bedienden, die borden tot de koloniseerden. Waarmee die Louise vooral 's nachts in aanraking komt. En ook inderdaad, die nachtmensen, die hebben ook een ander soort van kennis, hè? En ook die nachtdieren, die tropische nachtdieren die 's nachts wakker worden, die brengen een alternatieve vorm van kennis aan. En vanuit een westers denkkader zouden wij dat misschien afdoen als bijgeloof. En heel veel romans uit de koloniale tijd worden ook dit soort dingen afgedaan als bijgeloof. Maar in deze roman specifiek, hè, representeren zij een alternatieve stroom van kennis die ook heel veelzeggend is, hè, in het boek. Bijvoorbeeld hoe vaak die tokke, die soort gekko, die grote haag dis, hoe vaak die roept, zegt al iets over hoe het leven hen later zal vergaan. Maar ook wat sommige van die nachtmensen tegen haar zeggen. Of ook vooral die boom, ook, hè, die heilige waarin ging. Dat is in de Javaanse cultuur een hele belangrijke boom, een heilige boom, waar offers gebracht kunnen worden om de goden gunstig te stemmen. En die representeert ook een speciaal soort kennis. En die boom die wordt ook meegenomen, of althans, zo'n soort boom wordt ook meegenomen naar Nederland in het lied En de Waarheid. Maar daar gaat het eigenlijk niet goed met die boom. En ik heb daar een fragmentje voor aangestreept. Ik weet niet of je het goed vindt als ik dat voorlees, want dat is eigenlijk heel erg profetisch met, nou ja, niet alleen hoe het Louise en Tinka op dat moment, of weet ik wat, in de rest van het verhaal zal vergaan, maar ook hoe het heel veel Indische Nederlanders die overgeplant worden uiteindelijk in het licht, of in de omwentelingen van de geschiedenis, die overgeplant worden naar Nederland zal vergaan. Inmiddels zijn Louise en Tinka dus in Nederland. En ze gaan naar het Hollandse huis van opa Smit. En opa Smit die woonde in Indië op Bali. Hè? En goed, en als ze in dat Hollandse huis binnenstappen, daar vinden ze dan ook die, daar zien ze dan ook die boom, die heilige boom, die ze ook eigenlijk niet meer herkennen. Want ze zijn ook al een poosje uit Indië weg. Toen wij, het Hollandse huis van opa Smit, binnenkwamen, was het eerste dat wij zagen een eenzame kamerplant. Hij stond in de hal op een koperen tafeltje in een koperen pot. Hij was kleiner dan wij. Hij leek zich te schamen. Wij schrokken. Dit scharminkel hadden wij vroeger gekend als een reus. De reus had al die tijd in ons hoofd liggen slapen en ineens stond hij voor onze neus als een dwerg. Hij gaf ons een teken van herkenning. Het eerste goede teken was dit op onze lange reis. Wij wilden iets terugdoen, op zijn bast kloppen en zijn leven daaronder voelen stromen. Maar hij was te fragiel. Hij zou onder onze liefkozingen bezwijken. Zijn stam was nog schrieler dan het pootje van een vogel. Wij aaiden de slappe bladeren. Oh, kom er maar niet aan, poesjes. Die is op sterven na dood, zei Celia Zwaan. Het duurde even voor ons te binnenschoot hoe het kwijnende gedrocht heette. En toen durfden wij zijn naam niet hardop te zeggen. Want was het wel waar? Was hij de waaringin? Ik kon het niet geloven. Tinka liet haar haren naar voren vallen, zodat niemand haar gezicht kon zien. En zij ook nergens naar hoefde te kijken. Tante Celia, hoe heet die plant? Oh, die daar, dat is een ficusje, kind. Ficusje, zo zag hij er ook uit.
Is het niet de Waringin? Ficus Benjamina is zijn naam. Ze wist het niet, maar het was onze Waringin. Wat hadden ze met hem gedaan? Wij moesten er naar raden. In een vlaag van helderziendheid of verstandsverbijstering zagen wij ons eigen lot. Wij zouden hier worden geknot en iedereen zou onze naam vergeten. Wij zouden alleen in een hal blijven staan. En ook met name, dat is natuurlijk ook uiteindelijk wat met, wat met die Louise ook gebeurt. Hè? Ook met haar focus als ze eenmaal in Nederland is, ze moet onderduiken. Dat ze zich steeds meer of steeds verder ook gaat bekwamen in dat onzichtbaar worden. Maar ook, hier staat die plant, hè? Die hier een beetje, het is wel zijn officiële naam, maar een beetje neerbuigend. Ficus Benjamina, hè? Dat is een soort klein boompje, plantje genoemd wordt, die juist in de Javaanse cultuur zo groot en ook zo betekent. Betekenisvol was. Hierin kunnen wij ook lezen wat er gebeurt met het lot van heel veel van die Indische Nederlanders die later vergeten worden en ook nog als een soort overblijfsel of erfstuk alleen in een hoekje van de hal blijven staan en er langzaam maar zeker wegkwijnen. Dit is ook wat ik heel erg heb ervaren als eigenlijk de waarde. Vind ik het heel mooi fragment. Dit was ook iets wat mij bijbleef, zeg maar. De waarde van deze specifieke roman in nu is denk ik ook dat die Oosterse cultuur eigenlijk op een soort gelijkwaardige manier wordt gepresenteerd. Misschien nog wel liefhebbender wordt gepresenteerd door Louise. Juist ook door dat kinderperspectief ontwikkel je dus een soort, eigenlijk in mijn geval een soort voorkeur tegenover dat koude, grillige Nederland, grijs. En dat is iets wat volgens mij ook vond ik heel mooi, maar ook heel, heel waardevol, denk ik. En inderdaad ook zeker met die rol van Indië in de Nederlandse geschiedenis wordt dan opeens heel pijnlijk duidelijk, eigenlijk juist door die vermenging van die natuurlijke en menselijke discours. Want hier wordt dan ook dat, ik weet niet of dat jullie ook is opgevallen, maar die boom wordt tot mens gemaakt. Wordt eigenlijk in menselijke, dus wordt personificatie, wordt in menselijke thematiek of discours over gesproken. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij objecten. Dat huis wordt als een walvis verbeeld. Ja. Of wanneer Louise met haar vader en volgens mij met Aleida in het water drijft, zegt ze, wij zijn waterlelies en niemand kon ons onderdompelen. En wat ik daar zo heel, wat mij daar heel erg aan heeft geraakt, maar wat ik ook heel interessant vind, is dat hoezeer je ook mensen daar weg wilde halen, zeg maar, hoezeer dit ook zo is gelopen, die geschiedenis, dat denkkader van haar ook als kind is zodanig gevormd door die geschiedenis en door die cultuur, dat kan je nooit meer wegdenken. Dus dat vond ik eigenlijk juist ook heel erg rijk, inderdaad. Daarom ben ik ook heel blij dat je dit voorbeeld aanhaalt. En denk ik ook van dat zegt ook iets, dat is ook iets van de waarde van dit boek van nu. Omdat je door dat kindperspectief eigenlijk ook die wereld leert beleven. Prachtige scène vind ik trouwens ook de waardering van Louise als zij met Tinka op handen gaat lopen of leert lopen. En ze kijkt naar Tinka. Tinka is die other, zeg maar, verbeeld ook op een bepaalde manier. Dat vinden ook processen plaats in die roman waarmee Tinka tot ander wordt gemaakt. Dat zie je ook. En Tinka is daar ook doodongelukkig mee, begrijpelijkerwijs. Door de verwantschap van Tinka en Louise voel ik dat ook heel sterk. Maar er wordt op een gegeven moment gezegd van die prachtige dans, duidelijk echt heel levendig en mooi en sierlijk, iets wat je dus wil leren. Daar vertelt Louise dan over van later waren wij op het Museumplein. Alleen toen keek men daar niet bewonderend naar. Toen vonden ze dat raar en lachten ze ons uit. Dat is dan zo'n pijnlijke frictie, juist in de blik van een kind, die eigenlijk duidelijk maakt, want dat is een moment waarop opeens er schaamte binnenkomt of zo. En dat raakt me heel erg, maar vind ik ook heel, heel boeiend, die clash. Het wordt zo subtiel verbeeld eigenlijk. Ja, en heel veel van die Indische romans, waarbij personages dan uit Indië naar Nederland komen, dan wordt Nederland inderdaad heel erg als kil ervaren. En dat slaat niet alleen op het klimaat, maar ook aan het gebrek aan ervaren gastvrijheid. En dat zij opeens, waar zij in Indië tot het centrum van de maatschappij behoorden, dat ze nu opeens een soort curiosum geworden zijn. Of dat zij opeens de ander geworden zijn in die Nederlandse maatschappij. Ik wil één dingetje daarover zeggen. Want dit lijkt net of het alleen maar daar. Maar dit is eigenlijk door haar hele werk. Ik vind heel erg wat er in het lied en de waarheid gebeurt, wordt voorbereid in eigenlijk al die anderen. En daarom vind ik dit boomding heel leuk, want ik had ook namelijk een boomding uitgekozen uit dat pension Rida, waar we het net over hadden, waar
dat meisje met die oom in de kelder een soort liefdesrelatie heeft. En die kelder wordt dan als zodanig geïntroduceerd. Zo staan ondertussen al die verledens in de kelders te verrotten en te vergaan. Van oma, van mama, van tante Rita, oom Daan en straks misschien ook van mij. Oom Daan beschrijft wel eens dat het is als bij een boom. De wortels vormen hetzelfde patroon als de takken. Onder de grond bevindt zich het spiegelbeeld. Ik had jouw bril op moeten doen. Onder de grond bevindt zich het spiegelbeeld van de zichtbare werkelijkheid. Behalve dat dit dus bij ons is omgekeerd. Want het ondergrondse is voor ons zichtbaar en werkelijk. En boven de grond moet je maar raden naar onze werkelijkheid. En daarover fantaseren wat je wilt. Want daar speelt de lieve Rita pensionnetje. En daar spelen wij dat we echt bestaan. En ik ben liever bij onze wortels, zeg ik. Dus die boom, dat is al... al heel... Ja, komt alles maar eens met terug, ja. Dus het is thematisch heel hecht, zeggen we eigenlijk. Ja. Ja. Petra, jij zei ook dat jij hebt wel een idee waarom het lied in de waarheid zo... dat het misschien ook iets zichtbaar maakte in de jaren 90 in Nederland. Nou, ik denk dat de kracht van dat boek ook heel erg lag. Ook in de periode waarin het uitkwam in de jaren 90. En juist ook omdat het een Indisch thema met een thema van de Tweede Wereldoorlog combineert. En dan zeg ik niet dat Helga Rupshamen dat op een hele uitgekookte wijze gedaan heeft om een bestseller te schrijven of iets dergelijks. Maar het was in de jaren 90, maakte de Indische literatuur een nieuwe bloeiperiode door. Hè. Er was ook in 1992 bijvoorbeeld een Indische boekenweek. Maar je kan ook denken aan het succes van romans als Heren van de Thee van Hella Haase of Indische Duinen van Adriaan van Dis of... Vrouw, mijn moeder van Yvonne Kuls. Dat komt geloof ik ook uit hetzelfde jaar als dit boek. En tegelijkertijd gaat het ook over die Tweede Wereldoorlog... die op dat moment ook heel erg in de publieke belangstelling stond. Omdat die ongeveer 50 jaar voorbij is. Waardoor men ook heel erg bezig was met erover nadenken. Ook over de verwerking daarvan en ook de verwerking daarvan in literatuur. En ik heb mij in mijn onderzoek vooral op dat Indische geconcentreerd. En dan vooral met een postkoloniale blik gekeken naar hoe Helga Rupshamen hier in dit boek die Indische wereld verbeeldt. En daarin sluit zij ook aan in een hele lange traditie van beeldvorming. Hè? Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar die moeder, die Helene, en die zus, die Margot. Daar wordt ook een tegenstelling tussen die twee tot uitdrukking gebracht. Hè? Die moeder die is... die is heel mooi en heel wit wordt ze ook verbeeld. Hè. Ze is heel blond, ze is heel mooi, ze houdt heel erg van mooie kleren. Ze heeft ook al die hoeden en sjalen die daar in al die kasten liggen. En waarin Louise ook wel brieven verstopt en zo. En, maar tegelijkertijd is ze ook, ze is heel lief, maar ze kan ook heel grillig zijn. En ze is sensueel, want ze begaat uiteindelijk een affaire met haar schoonbroer, is het zelfs, geloof ik. Hè? Het is de broer van haar man. En daarin kennen wij bijvoorbeeld ook personages zoals Ottilie Derks of Ottilie Stijn uit Van Oude Dingen die voorbij gaan. Van Louis Couperus. Je herkent het ook heel erg in de hele mooie, maar toch ook wel grillige moeder uit Mevrouw Mijn Moeder van Yvonne Kuls. En die zus, die Margot, die is eigenlijk het tegendeel hè, van die Helene. Die is heel... er wordt ook gezegd dat ze een andere moeder hebben. Er wordt een beetje gesuggereerd. Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd dat zij het kind is uit een concubinaat met die opa Bali, zeg maar. Die opa Smit die op Bali woont. En alles aan haar is bruin. Hè? Ze is goudbruin, ze is ook een beetje dikkig. Zelfs haar stem is bruin, hè? Haar chocoladestem. En zij wordt verbeeld als heel lievig en ook goedhartig... en ook heel vergevingsgezind. Want haar zus heeft uiteindelijk een affaire met haar verloofde. Hè? Maar toch tegelijkertijd is ze ook heel vergevingsgezind. En dat is ook zo'n... Ja, manier van vormgeven of het verbeelden van een bepaald type Indisch personage... wat heel vaak terugkomt en waarin wij, ja, waarvan we als apotheose misschien... Hè, het beeld van de Indische tante in kunnen herkennen. En
Esther, wat is jouw blik op deze roman? Met alles wat jij weet, alles wat jij ook, al die geheimen die jij nou aan het doorpluizen bent, voor ons dan. Ja, daar mag ik niks over. Daar mag je helemaal niks over zeggen. Ik ga er nog wel iets over vragen natuurlijk, maar daar mag je niks over zeggen. Geheim is geheim. Ja. Wat mijn blik is, ja, die blik is inderdaad wel veranderd natuurlijk, nu de laatste tijd, de laatste jaren. Ja, want inderdaad, als je de rest van dat werk gaat lezen, dan is dit inderdaad een soort van eindpunt bijna, of beginpunt misschien zelfs, met al die tegenstellingen die in al die andere verhalen en werken ook voorkomen. Het ondergrondse, bovengrondse, donker, nacht, dag. Het perspectief van het meisje, je noemde het kind, maar het is eigenlijk altijd het meisje. Ja. Het meisje wat vanaf een afstandje kijkt, onzichtbaar wil zijn, onderduikt. Dingen ziet die ze eigenlijk niet misschien had moeten zien. Dus ja, ik ben dat boek eigenlijk heel anders gaan lezen wat dat betreft. Het is voor mij nu veel meer dan alleen maar dat verhaal over Indië, Nederland, einde van een tijdperk, onderduik, Tweede Wereld. Eigenlijk alles wat in de rest van dat werk zit, komt in dat boek weer terug. Dus ja, ik lees het nu als dat eigenlijk. Dus, ja, verder kan ik daar nog uren over praten, maar dat doe ik maar even niet. We hebben misschien geen uren de tijd, maar je mag best nog een paar minuten. Nee, dat hoeft ook eigenlijk niet. Nou, ik wou eigenlijk nog wel. Ik zou misschien kunnen nog een stukje lezen. Een stukje lezen, ja. Nou, het hoeft niet per se. Wil jij anders iets lezen, Aafje? Nee, niet per se. Ook niet per se. Je had nog een fragment. Ik heb nog. Daar wil je ook iets over zeggen. Lezen, ja. Mijn hele taak wordt overgenomen. Dat merkt u door het panel. Ik heb nog één vraag. En dan gaan we het fragment doen. Want daar zijn we wel bijna. En dat is een beetje. Nou, de geheime vraag. Want hier ligt voor de bevrijding. Ja. Dat is natuurlijk een. Dat is een beetje neergezet als een vervolg op het Lied in de Waarheid. Maar er is dan nooit meer gekomen. Is er nog wel meer? Ja, er is. Dat is gewoon ja, hè? Dat is gewoon één woord antwoord. Ja, heel veel meer, ja. Dus daar moet dat maar op hopen dat daar ooit nog iets uitkomt. Ja. Nou, wat wel misschien aardig is om te zeggen, is dat dat niet per se allemaal is ontstaan na het Lied en de Waarheid. Er was altijd al heel veel meer. En het Lied en de Waarheid is daar ook weer, net als die korte verhalen, zoals ik het net omschreef, is daar uitgekomen, is daar uitgehaald. Maar het had ook iets anders kunnen zijn. Dus er was meer en er is ook meer na afloop aan toegevoegd, maar dat is dus een van de dingen die ik door het lezen van door het doorspitten van dat archief heb ontdekt. Dat het leven van dat boek al veel eerder begon dan ik ooit had kunnen denken. En dat die bevrijding er ook eigenlijk al die tijd al was. En dat het Lied en de Waarheid daar maar één klein stukje van is. Dus ja, dat is wel interessant. Dus dan moet zij heel hard gaan hopen en dromen dat haar ooit nog een keer. Dat hierover kunnen lezen misschien, in een stukje, een artikel. Maar we gaan afronden, want dat is een goed punt. We hebben nog een ander fragment uit het radioprogramma Kunststof uit 2015. Was het laatste interview, zei jij? Ja, dat is het laatste interview wat ze heeft gegeven. We horen Helga Rupsamen weer zelf. Ze was kort daarvoor 80 geworden en ze spreekt over ouder worden, maar ook over jonge honden. Ga je zo'n decennium ook in met de gedachte, dit zou wel eens het laatste decennium van mijn leven kunnen zijn? Hoe werkt dat? Nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Want dat kun je iedere dag wel denken. Dat weet je. Je weet niet of je 's ochtends als je opstaat, of je dan heel huis de avond haalt. Nee, zo denk ik niet. Maar ik zie de lastige jaren achter mij. Ik zie die sleep. Ik denk, Jezus, ik draai al bijna een eeuw mee. Dus, en hoe vind je het? Om bijna een eeuw mee te draaien. Daar moet ik nog aan wennen, dat bedoel ik. Ik heb er nooit bij stilgestaan, ik ben gewoon voortgeleefd. Ja, en
iedere dag bleek dat weer een volgende dag op te leveren. Zo op die manier. Het had bijna een vanzelfsprekendheid. Maar... En krijgt het begrip tijd ook een andere lading? Naarmate je ouder wordt? Nou, deze vraag is iets te moeilijk. Wat bedoel je precies? De tijd een andere lading? Nou ja, juist omdat je weet dat je het achter je aansleept... dat je die 80 jaar hebt gehad. Of het, hoe heet dat bekende boek van Douwe Dreijsma ook alweer? Dat de tijd sneller gaat naarmate je ouder wordt. Werkt dat in jouw geval ook zo? Nee, dat is... Maar ja, alles wat over tijd wordt gezegd... dat schuif ik altijd ver van me af, want tijd is niet... Hè, je, zelfs dat het met klokken wordt gemeten, vind ik al tamelijk... brutaal, zou je kunnen zeggen. Zoiets als tijd is voor mij een onmeetbaar gegeven. En ik kan ook niet zeggen dat die sneller gaat, nu... Nee. Een dag kan nog heel lang duren. Ja, zeker als je hier zit natuurlijk. Want wat wacht mij nog allemaal een opmerking en vragen... dat met die 80 is al meteen mooi een kanonschot. Het heeft je ook niet belet om weer een jonge hond in huis te nemen? Nee. Zijn naam is Louis? Ja. En hij is nu examen aan het doen. Of wacht eens even. Hoe laat is het eigenlijk? Het is nu 7:00. Ja, dan is hij waarschijnlijk al reeds gezakt. Dus... Ach, voor examen moet hij doen. Hij moest een puppy-examen doen. Hoe noem je dat? De eerste regelen van gehoorzaamheid. Nou, probeer dat maar als een jonge poedel bij te brengen. En jij kon daar dus niet bij zijn, begrijp ik nu? Nee, dat is allemaal nu op de schouders van Joop terechtgekomen. Jouw goede vriend? Mijn goede vriend, dus die deze cursus heeft gevolgd. En die er veel van heeft opgestoken, maar Louis veel minder. En houdt hij je dan op de hoogte hoe het afgelopen? Nou, dat hoop ik eigenlijk, maar dat horen we dan straks wel. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen in jouw omgeving die zeggen... is dat nou wel verstandig, 80 worden en dan een jonge hond in huis nemen? En dan ook nog een hele grote, een grote zwarte poedel. Ja, maar dat is eigenlijk heel verstandig om een grote hond te nemen... want als oud mens val je echt eerder over die kleintjes, hoor. Dat is misschien ook een kwestie van smaak. Maar inderdaad had ik voordat ik er... ik begon er ook niet aan. Ik heb altijd honden gehad in mijn leven. Dus eigenlijk de jaren zonder hond waren opmerkelijker. En iedereen zei dat ook wel tegen mij. Van neem je nou nog een hond? Of, dus wat dat betreft leefden honden mensen anders met mij mee. Jonge honden, ik had het u beloofd. Wij eindigen altijd met de vraag, wat leert het werk van de auteur in kwestie? Dus vandaag is het Helga Rupsamen. Ons over het leven, welk leesplezier verschaft het ons anno nu? Rosemarie, als ik bij jou begin. Ik moest nog verschrikkelijk lachen om die hond die niet zoveel geleerd had, maar de begeleider wel. Wat leert het werk ons over het leven, welk leesplezier verschaft het? Nou, ik vind bij alles wat we gezegd hebben... dat ik ineens, toen ik het weer allemaal teruglas, dacht ik, we moeten toch niet hopen dat we een sensitivity reader over... Nee. Ja. Dat vooral niet. Want iedereen is dik en ik weet niet wat allemaal. Maar het is een groot plezier om haar taal te lezen en haar de manier waarop zij over werkelijk alles... alles grotesk en bizar weet te maken. Dat stukje wat ik voorlas van doodgewone mensen. Hoe ze voor alles een heel bijzonder perspectief en woord weet te vinden. Gewoon als je alle... al haar woordvondsten, als je daar alleen al op zou kijken... dan kom je niet meer bij van het lachen eigenlijk. Ja. Dus wat het ons leert, ik denk dat we dat dat het weer heruitgegeven zou moeten. Ik wacht eigenlijk op een biografie. Ga jij een biografie schrijven? Wie weet. Ik denk echt, nu ik het allemaal weer zo eens gelezen heb, dat het zo levend is en zo onderschat eigenlijk ook. En ook. Toch ook wel een beetje vanuit dat idee van die gothic. Maar dat is eigenlijk alleen maar een structuur. Renate Dorrestein deed het ook. En onder ons gezegd en gezwegen vind ik haar stilistisch wel veel sterker dan Dorrestein. Dus er zijn heel veel vrouwelijke auteurs die gothic gebruikt hebben... om hun kritiek op een patriarchale maatschappij of op een... burgerlijke maatschappij of op een postkoloniale maatschappij te gebruiken. Maar haar stijl is ongeëvenaard. Dus
en springlevend, zou ik zeggen, ja. Hier staan hele mooie boeken, hele mooie kleuren, maar daar moeten we meer nieuwe edities van hebben, hoor ik. Ja. Petra? Ja, dankjewel. Ja. Nou ja, ik kan me daar eigenlijk wel bij aansluiten. Hè. Het is zeg maar, als je een boek wil lezen waarin ook bijvoorbeeld Indië zo'n centrale rol leest, lees dan inderdaad dit boek, Het Lied en de Waarheid. Want het leest heel prettig, het is heel mooi, het is ook heel spannend. Hè, ook vanwege dat kindperspectief. Het staat ook bol van de dramatische ironie, omdat jij als lezer meer weet dan, dan de protagonist, zeg maar. En wat we ervan kunnen leren is dat vroeger is nog niet voorbij, om het zo te zeggen. Hè? En Indië leeft voort in herinneringen en in verhalen. En zolang wij die verhalen blijven lezen, worden die herinneringen ook, wordt dat verleden ook weer steeds weer opnieuw geactualiseerd. Ja, dankjewel. Esther? Ja, nog heel even aansluitend op dat fragment wat je net liet horen. Wat zij mij vooral, en wat ze daarin zegt en wat ze mij heeft geleerd, is dat je vooral ook echt altijd gewoon moet doorgaan. Ook al ben je 80 en ook al zit het doodje op de hielen. Ook al voelden ze dat op dat moment niet zo natuurlijk. Maar gewoon doorgaan, een nieuwe hond nemen, een jonge hond nemen en niet er al te veel bij stilstaan dat je daar eigenlijk al te oud voor bent. Die hond zit trouwens nu bij mij thuis, dus... En hij heeft heel veel geleerd. En vooral heel veel afgeleerd. Dus het is wel helemaal goed met hem gekomen. En heet Louis trouwens. Eén lettertje minder dan de hoofdfiguur uit Het Lied en Louise. De Waarheid. Al denk ik niet dat dat er iets mee te maken heeft. Want volgens haar heeft hij die naam zelf verzonnen op een avond. Toen hij iets zei wat leek op Louis. Dus ineens was het Louis. Maar over dat doorgaan gesproken had ik nog wel één klein fragmentje uit het verhaal Rondo voor een koe. En dat staat in De Ondergang van Makarov. En dat gaat over een koe en een mevrouw die zich met die koe vergelijkt. Een mevrouw die al op enige leeftijd is. En dan moet ik dus ook die bril op, want dat ben ik ook nog niet helemaal gewend. Als die ene koe daar aan de overkant op dat weiland in het duister, die zojuist is gaan liggen en die zich nu weer van de achterpoten uit heeft opgericht en rondstaart in plaats van te staren en straks weer te gaan liggen. Als die koe nu eens bleef doorlopen, domweg bleef doorlopen, door de sloten heen wadend en door de heggen brekend en steeds verder, tot ze bij de zee zou komen en weer zou worden teruggebracht. Maar wie weet dat? Misschien zou ze zo ver doorlopen dat ze uit het oog verloren raakte. En misschien liep ze dan in een of ander land of in de zee wel tegen haar noodlot op. Maar in elk geval zou ze op dit weiland aan de slachtmaand ontsnapt zijn. Wie van deze koe zou horen, de koe die rustig voor het slagersmes uitwandelde, zou zeker spreken van een wonderkoe. Ze zouden het een magisch gebeuren noemen. Maar mensen die elk moment in hun leven de beslissing kunnen nemen die de koe niet is gegeven, weigeren die stappen te zetten. Net zo goed. Ze versukkelen even eerloos in hun treurige, apathische ouderdom, in hun augustus, als de koe. Ik doe dat niet. Laat ze maar zeggen dat ik oud en idioot ben en rijp voor de slacht, en dat ik die dan ook nog met eerbied moet afwachten. Nou ja, dat dus. Dat dus, dat dus. Ja. En daarmee maken we een beweging van alleen hier op het podium. Nou, kijken of er in de zaal vragen of opmerkingen zijn. Er gaat een microfoon rond. Deze. Zijn er mensen die iets... of iets willen delen misschien, ja, ook Helga Rupsaam hebben gekend, of een bepaalde passage ook heel mooi vinden. Ik zit met heel hard te knikken, maar ik zie nog geen hand. Er zit een S en een S te knikken. Dat is ook prima. Ik wil wel iets zeggen. Nou. Ik heb Helga goed gekend. En ik kreeg tranen in mijn ogen hier. Nog mooier dan ik dacht. Dank u wel. Anderen.
Of willen we stiekem ook gewoon het werk gaan aanschaffen, lezen, herlezen? Ik zie nog even niks. Is er nog iets wat wij nog moeten zeggen voor we afsluiten? Ik wil nog één. Ja, een heel mooi zinnetje delen. En ik zei het net al een beetje, maar ik dacht, op literair niveau leert Helga mij in elk geval dat je dus een zin kunt hebben als: wij waren waterlelies. Of het zijn eigenlijk twee zinnen. We waren waterlelies. Niets kon ons deren. We zouden altijd opnieuw boven water komen. En op persoonlijk vlak, inderdaad, gewoon een hond nemen op je 80ste. Maar zeker ook een vriendin verzamelen rondje die dan met die hond verder wandelt. Dus dat vond ik ook wel echt een les van Helga. Ja. Wel. Ik denk dat we daarmee aan het einde komen van vandaag. Voor jullie naar de jassen grijpen nog een paar mededelingen. Ten eerste hartelijk dank aan de sprekers. Jullie hebben al geapplaudisseerd, dus dat is heel fijn. Voor jullie tijd, voor jullie inzet, voor jullie inzichten. Dank ook aan jullie dat jullie er waren. En dank aan Spui 25 voor de organisatie. Aan Aafje als sidekick wederom, als u het woord heeft. Kom naar ons toe. Wij zijn er voor de zomer nog één keer. Die slide was net al even te zien, maar die gaan we weer tevoorschijn toveren. Zelfde tijd, zelfde locatie. Maar dan gaat het over het werk van Dusca Meising. Met als sprekers Aafje. Sander Baks. Leraar in Tilburg. En Marja Pruis gaat erbij zijn. En ik ga proberen Toby Lakmaker te strikken. Die gaan we binnenkort zien in college. Ik zie hier allemaal leuke studenten van mij bij recente romans. Gaan we Toby zien. En ik ga proberen toch ook te regelen voor dit programma. Ik ga vast wel ja zeggen, denk ik. Ik hoor vier redenen om te komen. Drie sprekers en Dusca Meising. En het nieuwe collegejaar zijn wij ook sowieso terug met de avond over Bea Vianen die we moesten uitstellen. Dan rest mij alleen maar om te zeggen, lees het werk en tot de volgende keer.